draait het om de patiënt. En natuurlijk moet hij dan goede zorg krijgen. Willen we graag gasvrij zijn. We willen ook graag dat het doelmatig gebeurt. Want de kosten van de zorg die rijzen al de pan uit. Maar dat draait om de patiënt. Dus wij willen met ons nieuwe gebouw ook zoveel mogelijk om de patiënt heen de zorg gaan organiseren. Dat is de kern. Reinier de Graaf heeft een aantal speerpunten geformuleerd. Deze kernwaarden staan voor de manier waarop er in het ziekenhuis gedacht en gewerkt wordt. Hierbij wordt gefocust op kwaliteit en veiligheid, doelmatigheid en gastvrijheid. Gastvrijheid, of je dat kan zien. Kijk, weet je, ik ben architect van gebouwen en gastvrijheid zit ook vooral in de mens, in de bejegening van hoe dat je mensen aanspreekt, hoe je met ze omgaat. Maar wij zijn wel randvoorwaardelijk bezig. Met het ontwerp van het Reinier de Graaf gasthuis is een healing environment tot stand gekomen. Er is een omgeving gecreëerd waarin elementen zichtbaar zijn die werkelijk bijdragen aan het herstel van patiënten. Een omgeving die bevorderend is voor genezing en voor welbevinden. Wat mij persoonlijk heel erg opvalt in het ontwerp is het dat er veel licht is, dat er hele mooie warme kleuren zijn, dat het allemaal heel prettig aanvoelt. En ik denk echt dat uitmaakt. Als je hier binnenkomt, dan heb je niet het idee dat je in een kil koud ziekenhuis binnenkomt, maar het is inderdaad een warme omgeving. Een ontwerp met veel daglicht en kleur draagt bij aan vermindering van stress. Door de bijzondere routing, in de vorm van een centrale gang met aan weerszijden de behandel- en spreekkamers, vindt de patiënt makkelijk zijn weg. Dit geeft hen een rustig gevoel. Wat we geprobeerd hebben is om het een ziekenhuis te maken wat voor de Delftenaar is en de omgeving, zeg maar het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. In het ontwerp is er een duidelijke link gemaakt naar het adherentiegebied van het ziekenhuis. In het gebouw komen elementen terug uit de omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het strand en de duinen, de kassen en het Westland, maar ook de stad Delft komt op verschillende manieren terug. De kleurstelling van het gebouw is gebaseerd op het werk van de Delftse schilder Johannes Vermeer. Nou, dus één kernwaarde die hebben we die zit in de genen van de mensen en dat is verbondenheid. Dus steeds kijken hoe kunnen we samen goede zorg leveren. Een verbondenheid is een samenwerking plus. Verbondenheid met elkaar, hè? Dus met de mensen, met de patiënten, met de familie, met de omgeving. Hè? Dus verbondenheid met elkaar, we doen het vooral samen. Ook tijdens het ontwerpproces heeft verbondenheid een enorm belangrijke rol gespeeld. Zo is er een eigen bouwdirecteur uit het ziekenhuis aangesteld die een duidelijke vertaalslag maakte van de ziekenhuisorganisatie naar de uiteindelijke bouw. Hij maakte directe interne verbinding met eigen facilitaire projectleiders door ze al vanaf de eerste ontwerpfase te betrekken. Maar dat niet alleen. In dit project hebben ook alle externe partijen uitvoerig met elkaar samengewerkt. Dus we hebben niet een architect en een installatieadviseur en een constructeur, want die heb je allemaal nodig, los van elkaar te laten werken. Maar die hebben wij gezegd, jullie moeten dat samen geïntegreerd gaan doen. Dus er is een ontwerp-VOF geformeerd waarmee we hebben samengewerkt. Ja, dat is een heel andere manier van werken geweest. We moesten in een veel strakker tempo en veel doelmatiger gaan werken. Het programma van IJs was ook veel strakker omschreven. We hebben dus nu een compacter ziekenhuis ontworpen in veel kortere tijd dan gebruikelijk is. Als je nagaat dat een ontwerp van een ziekenhuis van deze omvang normaliter toch minstens 8 tot 10 jaar doorlooptijd kent en wij het nu in 6 jaar hebben gedaan, nou daar zijn we best trots op. Ook in de uitvoeringsfase heeft het Reinier de Graaf gekozen voor één bouwcombinatie. Daarin hebben zowel de aannemer als de installateurs geïntegreerd samengewerkt en bleef de ziekenhuisorganisatie daar letterlijk nauw bij betrokken. Dat is allemaal niet zo heel gebruikelijk, maar ja, wij zijn gewend om te zeggen, hè, we doen het samen, we doen het echt met elkaar, we zoeken elkaar op om het beste voor Reinier voor elkaar te krijgen. De directie heeft eigenlijk geen formele rol gehad in de bouworganisatie, behalve als voorzitter van de stuurgroep, maar dat is ook meer een formele rol. Dus geen echte rol in de bouworganisatie, maar wel heel erg betrokken en heel erg meekijken en het proces goed volgen. Deze bijzondere manier van werken staat nu bekend als het Delftse model. Dit model is ontstaan vanuit de kernwaarden, het DNA, van het Reinier de Graaf.
een uniek model. En daar zijn we ook heel trots op. We hebben binnenplanning, is het bouwproject opgeleverd. En het is afgesloten binnen budget. Dus wat wil je nog meer? Het Reinier de Graaf Gasthuis is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat binnen een nieuwe regelgeving ontworpen en gebouwd moest worden. Voor het eerst moest elke cent worden terugverdiend. Dat betekende onder andere dat dure vierkante nieuwbouwmeters bespaard moesten worden. Niet alleen door hergebruik van eigen vastgoed, maar er is bijvoorbeeld ook bewust gekozen voor outsourcing. Alles wat niet per se in het nieuwe gebouw hoefde, kon er buiten worden geplaatst. Ontwerpen binnen het Delftse model betekende: het moest kleiner en slimmer. We hebben zoveel mogelijk standaard ruimtes gebouwd, zou ik maar zeggen. Dus klinische afdelingen lijken heel erg veel op elkaar. We hebben geen polyklinieken meer die alleen maar voor een internist of een chirurg zijn, maar we hebben spreekonderzoekkamers die in principe door iedereen gebruikt kunnen worden. Vroeger had iedereen zijn polyruimte, daar waren 8 kamers of 10 en die waren helemaal vast bezet voor dokter A of voor dokter B. En daar zat hij dan ook een belangrijk deel van zijn leven. En nu zie je dat zit die dokter bij een andere dokter op de poly waar hij dan die dag mee kan samenwerken bijvoorbeeld. Bijna 80% van de patiënten van Reinier de Graaf komt voor een bezoek aan een van de polyklinieken. Deze enorme stroom bezoekers wordt via de roltrap in de centrale hal op eenvoudige wijze naar de eerste verdieping geleid. Hier zitten alle polyklinieken overzichtelijk bij elkaar. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook erg patiëntgericht. Het gebouw is niks anders dan het faciliteren van een goed zorgproces. En daar zijn natuurlijk eerst keuzes in gemaakt. Hè. Zorglogistiek, hoe gaan we dat doen? Wat is het beste voor de patiënt? Hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen? En het gebouw moet daarna ontworpen zijn. En ook daar is heel erg op gestuurd. In de zorglogistiek kijken we heel erg naar het wegnemen van wachttijden. Dat patiënten niet onnodig op polies moeten wachten of voor de OK moeten wachten. Snelheid van behandelingen. Korte opnameduur. Dat is heel belangrijk. Is doelmatig. Maar het is ook heel fijn voor de patiënt dat hij natuurlijk snel naar huis kan. Doordat we dat allemaal goed regelen. Maar we hebben geprobeerd alles wat spoed is zo dicht mogelijk bij elkaar te zetten. Dat heeft te maken met de snelheid van handelen, maar ook het kunnen doorschuiven naar de volgende afdeling die nodig is voor diagnostiek of observatie. Je moet er 40 jaar mee doen, dus je moet ver vooruit kijken. En er is niks zo veranderd als de zorg. Dus wat we vandaag gewoon vinden is over 2 jaar waarschijnlijk alweer ouderwets en achterhaald. Dus die flexibiliteit die moet in dat gebouw zitten. Kijk, in principe is het ontwerp zo opgezet dat het heel flexibel is al aan de binnenkant. Dus als er een nieuwe visie is op zorggebied, dan kan er eenvoudig intern, dus binnen de muren, aangepast worden. Maar op het moment dat de ruimte toch groter moet worden in totaal, dan kan er aan het eind van het gebouw, aan de andere kant van het gebouw, kan uitgebreid worden. Doordat het systeem van de vloer, die slinger van de afdelingen, doorgezet kan worden. Er is altijd gestuurd op total cost of ownership, heet dat. Hè? Dus wat zijn je totale kosten gemeten over 40 jaar in die exploitatie? En dan moet je hele slimme keuzes maken. Die moet altijd uitrekenen van, dat hebben we ook feitelijk natuurlijk zo gedaan, van gaan we die investering doen? En verdient dat zich terug of doen we het niet? Ontwerpen en bouwen binnen de nieuwe context en het Delftse model betekent ook dat er gekeken is naar een lager investeringsniveau, lagere exploitatiekosten en lagere energielasten. Nou, het gebouw is inderdaad erg energiezuinig, heel duurzaam, duurzame materialen, onderhoudsvrij. Maar ook door de toepassing van de bodembronnen is het mogelijk om de overtollige warmte in de zomer op te slaan in de bodem en die 's winters naar boven te halen om het gebouw te verwarmen. En omgekeerd, in de winter wordt er koelte opgeslagen in de bodem die 's zomers gebruikt wordt om het gebouw te koelen. Het facilitair bedrijf heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Vanuit hun kennis en expertise hebben ze meegedacht over techniek, inrichting en bijvoorbeeld materiaalkeuze van het ontwerp. Het Reinier de Graaf is het eerste ziekenhuis in Delft, in Nederland moet ik zeggen, dat gebruik maakt van farmafilter, volledig farmafilter gezet. Nou, en dat maakt dat een heleboel afval van het ziekenhuis, zeg maar letterlijk de shit van het ziekenhuis, wordt vertaald in energie en water, schoon water wat eruit komt. Nou, allemaal innovaties die gebouwgebonden zijn, maar wel uniek zijn van Nederland.
Het Reinier de Graaf Gasthuis. Een nieuw ziekenhuis dat klaar is voor de toekomst. Innovatief. Veilig en gastvrij. Doelmatig en efficiënt. Een ziekenhuis waarin het om de patiënt draait. En waar men zich thuis voelt in een ontwerp dat op een bijzondere wijze tot stand is gekomen volgens het Delftse model. Een model dat staat als een huis.